Dankjewel. Ja, tijd voor wat content. Dit is een foto van ASEA. Dit is de eerste foto die ik maakte van ASEA. En ASEA heeft dus het fetaal alcoholsyndroom. Wie weet er niet wat het is? Even kijken. Oké. Toen ik begon met het project wist ik niet wat het was. En ja, voor mij was eigenlijk de motivatie om te beginnen met dit verhaal dat ik er nog nooit van gehoord had. En ik dacht van, god, het is wel de moeite waard om dit te vertellen. En het verhaal is dat ASEA had een gezond kindje kunnen zijn als zijn moeder niet had gedronken tijdens de zwangerschap. En het probleem daarvan is dat hij problemen heeft met geheugen, met geweten, met concentreren. Dus zijn hele leven is eigenlijk een hele valse start, wat hij eigenlijk nooit meer inhaalt. De vraag die heb ik meegekregen van de organisatie is van, hoe maak je nou van een fotoverhaal een maatschappelijk verhaal? Ik denk dat het eerste gegeven moet zijn dat het verhaal zich ook leent voor een maatschappelijk project. En omdat er dus nog zo weinig bekend was over VAS, hè, dus hier zitten in de zaal ook nog heel veel mensen die het niet weten, leende het zich er heel goed voor. En daardoor heb ik ook heel veel media aandacht gekregen, want het was eigenlijk voor het eerst dat, dat VAS een gezicht kreeg. ASEA was het eerste jongetje wat ik ging fotograferen en ik had in het begin echt geen idee hoe ik het ging doen, hoe ik VAS ging fotograferen. Ik wist zelf niet precies wat het was. Hij woonde bij zijn oma. En die oma zei van, ja, hij is heel druk en hij kan zich niet concentreren. Ik denk, ja, dat hebben alle kinderen wel eens. Dus het heeft me heel veel tijd gekost om het te snappen en het onderwerp eigen te maken. Ik heb hem een jaar lang gevolgd. En ik was op dat moment heel erg bezig met, hoe laat ik het zien? Ik heb met wat andere fotografen erover gesproken van, hey, hoe laat je nou zo'n lastig thema als VAS, hoe maak je dat nou inzichtelijk? En hoe maak ik het voelbaar? En ik ging eigenlijk foto's bedenken, wat eigenlijk heel raar is. Hij heeft geen vriendjes, dus ik maakte een foto dat hij alleen over de zee zit uit te kijken. Het was heel traditioneel eigenlijk hoe ik het benaderde, gewoon wat ik gewend was van werken voor kranten. En ik had een jaar lang hem gevolgd, maar ik was eigenlijk niet helemaal tevreden. Ik denk, ik heb het nog steeds niet te pakken. En toen ontmoette ik Lorenzo. Lorenzo was ook een jongetje met VAS. Ook veel extremer dan ASEA. ASEA vond het vooral heel erg leuk dat ik er was. Dus hij ging heel erg poseren. Maar Lorenzo die ging veel meer in zijn eigen wereld. En ik heb eigenlijk het hele idee losgelaten dat ik VAS wilde fotograferen. Maar het was gewoon heel gaaf om met deze kinderen een soort foto-experiment aan te gaan. Gewoon heel dicht op ze te kruipen en in hun wereld terecht te komen. Lorenzo die wil eigenlijk een meisje zijn. Een van de dingen die we heel veel zien bij kinderen met VAS. Ook een soort genderverschuiving. En is heel extravert. Dat is wel een algemeen kenmerk. Dus heel spontaan, heel naïef. Daardoor zijn ze op latere leeftijd ook een heel gemakkelijk slachtoffer voor criminaliteit. Gewetenloos, met naïef en beïnvloedbaar. Dat is een hele gevaarlijke combinatie. Zoals ik zei, hij wil een meisje zijn. En elke gelegenheid grijpt hij aan om in die fantasiewereld terecht te komen. Dus dan zijn we op het strand en dan pakt hij zeewier. En dat doet hij over zijn hoofd. Dit is Mila, dat is het derde kindje wat ik gevolgd heb. Dus ik was inmiddels 3 jaar bezig. In 2009 ben ik begonnen. En Mila is eigenlijk wel het meest favoriete kind wat ik gevolgd heb. Zij is zo fantasierijk. Ze praat eigenlijk alleen maar in haar eigen fantasie. En ze speelt heel erg. Dus met haar kon ik heel veel mijn eigen verhaal vertellen. Of ons verhaal werd het eigenlijk. En het verhaal van deze foto is dat kinderen met VAS hebben geen rem, geen grens. Dus ze gaan maar gewoon door. En die is gewoon echt letterlijk stuk. Kan je op de volgende foto zien, trouwens, hier op die foto hangt er ook onder. En ze springt net zo lang door dat ze door haar hoeven heen zakt. En ze hebben dus geen slaapreflex, geen eetreflex. Al die dingen zijn dus verstoord door die alcohol tijdens de zwangerschap. Ik had dus die wat meer reportagefoto's gemaakt. Maar ik wilde ook toch wel een beetje die confrontatie aangaan. De foto's die ik net liet zien, die zijn zacht en persoonlijk. Wat heel erg helpt, wat ons later heel erg geholpen heeft in het project, omdat het daardoor menselijk werd. Maar ik wilde ook laten zien wat VAS nou eigenlijk is. En ik ga zo meteen iets meer over het project vertellen hoor, maar het is misschien toch wel interessant om iets nog te vertellen over de achtergrond van VAS. Bij dit jongetje kan je bijvoorbeeld heel goed zien de kenmerken. Hij heeft een zo'n strakke bovenlip, dus geen filtrum. Hij heeft zo'n neus die een beetje omhoog staat. Die ogen zijn amandelvormig, kleine kin, heel klein hoofd en die oren zitten wat laag. Dus
Dus het zijn echt van die fysieke kenmerken. En ja, dat je het echt kan zien, dat was voor mij wel de reden om ook dit soort foto's te maken. Dit soort foto's die werden bijvoorbeeld ook gewoon opgehangen in verslavingsklinieken waar vrouwen zwanger waren, om gewoon te laten zien van, hey, dit gebeurt er. En er zijn nogal wat mensen die zichzelf herkend hebben, die wisten dat hun ouders gedronken hadden en die waren in jaren 50 en die wisten nu ineens van, oh, dus ik heb ook vast. Dus ik kreeg ineens een diagnose. Dus op die manier werkte het project ook heel erg door. Dit is Marcella, ik kan geen filmpjes laten zien, maar Marcella die heeft heel goed verteld wat het voor haar betekent. Ze is heel boos op haar moeder, ze heeft ook een aantal zusjes, dus ze is niet de enige die vast heeft, al haar zusjes hebben het ook. Ik had zoveel foto's, ik was eigenlijk gewoon begonnen, heel veel publicaties, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, nu moet het ook ergens landen. Ik werkte heel veel samen met Joost Bos, hij is journalist en we maakten heel veel reizen. En hij zei van, nou, ik vind het wel zo'n gaaf onderwerp dat het de moeite waard is om er samen een project van te maken. Ja, wat doe je dan? De eerste gedachte als fotograaf is, ik maak een boek. Ik moet zeggen, ik kan het iedereen ook aanraden. Het is echt super gaaf om al je werk bij elkaar te brengen. Maar hoe ga je het financieren? Wij zijn gewoon naar allerlei instellingen gegaan. En gevraagd van, is het boek wat voor jullie? Dat was super moeilijk om dan binnen te komen. En je hebt echt een kruiwagen nodig, wil je het verkopen aan instellingen. Zodat je gelijk op directieniveau binnenkomt. En via is het ons gelukt. En er was iemand die zei, oké, ik neem 3000 boeken af. En dat was voor ons de mogelijkheid om het boek te maken. En uiteindelijk hebben we er 8300 van verkocht. Dus dat is voor zo'n specifiek onderwerp, is dat heel fijn. We hebben een expositie gehad in de Melkweggalerie. Heel goed om een moment te hebben dat je het lanceert. Dus voor de media-aandacht helpt dat ook heel erg. We hebben een website gemaakt, want het helpt enorm dat die kinderen op een gegeven moment gaan praten. En op deze website hebben we het zo gedaan dat je kan kiezen voor alle verhalen van de kinderen, alle verhalen van de moeders en alle verhalen van professionals. En dat je ook gewoon een moeder over een kind kan horen vertellen. Dus je kan echt dwalen door zo'n site. En alle verhalen achter elkaar kan horen. En je kan ook kiezen wat voor vragen er zijn. En of welke vraag je wil kiezen. En ik had een fragment van Debbie. En Debbie was we noemen dat een biologische moeder. Elke moeder is natuurlijk biologisch, maar zij voedde haar eigen kind op. En gedurende het project, haar zoon was 8, ging ze aan haar kind vertellen dat hij beschadigd was omdat zij gedronken had. Dus dat soort heftige dingen maakten we ook mee in het project. Zij heeft een hele belangrijke rol gespeeld, ook in de mediacampagne die we daarna hadden. Dit was het filmpje, die doet het dus niet. Nog veel meer filmpjes gemaakt, dit is Jasmijn. Bij het filmpje hoor je een poes heel erg krijsen. Dit is Kiki heet de poes. En poes is vooral nu heel veel buiten aan het spelen. Ze hebben wel weer een nieuwe poes, maar die vlucht meestal. Maar het zegt wel heel veel. Jasmijn kan gewoon niet intunen. Niet bij dieren, maar ook niet bij mensen. En wat heel bizar is, als die poes dus terugslaat en ze heeft dus helemaal hand open, gaat ze gewoon door. Dus Jasmijn voelt de pijn ook niet. Dus dat is ook iets heel, heel bizars. En we zijn eigenlijk breder gegaan. We gingen fondsen aanvragen. En we merkten dat die fondsen eigenlijk altijd dezelfde vraag stelden. Het hangt er vanaf welke fonds je aanvraagt. Maar de fondsen waar wij aanvragen deden, die zeiden, wat doe je nou voor die kinderen zelf? Super belangrijk dat je aandacht besteedt, dat je een soort bewustwordingscampagne doet. Maar doe je ook iets voor de kinderen zelf? Nou, toen bedachten we wat. We zeiden, we gaan een dagboekproject doen. Voor die kinderen heel waardevol om te gaan fotograferen en daarmee grip te krijgen op hun wereld. Vaak zijn ze wel visueel ingesteld. En met zo'n dagboek konden ze dan naar school gaan en konden ze gaan vertellen wat ze dan hadden. We hebben voor 30 kinderen een expositie gedaan. Dit beeld hebben we dan weer in heel veel andere dingen gebruikt. En voor elk kind hadden we een maatje geregeld. Dus alle maatjes waren studenten SPA. En die gingen het dan weer op een opleiding vertellen. Dus op die manier probeerden we ook weer dat er meer bekendheid kwam voor het onderwerp. Veel publiciteit met het uitkomen van het boek. Dit is in de recensie in de Trouw. Xavier vertelde net over delen. Ja, wij hebben op een gegeven moment ook een soort klik gemaakt van soms moet je gewoon foto's gaan. Onderdeel is van je project, dan gebruik je eigenlijk de media veel meer om je project te laten landen. En zet je de media dus in om aandacht te krijgen voor je project.
En soms krijg ik dus geld voor foto's en soms dus niet. Dit is de Linda. Dit is bij Eva Jinek met bijpassende blik. Van Rijn hadden we naar onze expositie gelokt en hij had het boek meegenomen en hij ging erover vertellen. Dus hij was een beetje ambassadeur geworden voor ons project. Dit is Umberto met snor. Heel veel mensen hebben dit gezien. En wat we ook kregen was dat er een soort secundaire publiciteit kwam. Dus heel veel mensen, ik werd heel vaak gebeld door radio of televisie en zeiden van ja, we willen graag een onderwerp doen. Ken je nog iemand? Nou, en inmiddels kende ik 100 kinderen die dat hadden. Dus ik kon altijd wel doorverwijzen naar iemand. En er zijn dus heel veel andere programma's geweest die aandacht besteed hebben aan het onderwerp. Het gaat heel erg hard. Ja, dat vind ik zelf echt een bizar beeld. Fotograaf die naar zijn eigen boek kijkt. Maar ja, dat is, op een gegeven moment word je zelf onderdeel van de media. Eerst sta je aan de andere kant. En nu mag je voor de televisie vertellen wat VAS is. Toen we het VAS-project hadden afgerond, toen hadden we zoveel ideeën en zoveel verzoeken gekregen van wat ga je nog meer doen? Het is belangrijk dat er nog meer gebeurt met de content die jullie hebben en de informatie die jullie hebben. Toen hebben we een project gedaan voor alle verloskundigen in Nederland. Dus een boek, een poster, een flyer, een magazine hebben we gemaakt. Dus heel veel professionals geïnterviewd. Hebben we een e-learning gemaakt. Dus we gingen ook heel veel samenwerken met organisaties. Dus die e-learning die was al beschikbaar. We hebben het in dezelfde huisstijl gegoten van het project. En die e-learning was dus geaccrediteerd. Dus verloskundigen konden die e-learning doen en konden daar punten mee krijgen. Dus ja, het was dus een combinatie van informeren en inspireren die we hier deden. Manuela, die je net op de poster zag, ook ambassadeur, deed haar verhaal. Echt super stoer voor een meisje van 12. Dit zijn de foto's uit het dagboekproject, die de kinderen zelf gemaakt hebben. Deze hebben we gebruikt in een project voor pleegzorg. Dus naar alle 28 organisaties hebben we ook weer boeken gestuurd. Bij de helft hebben we exposities neergezet, presentaties gegeven. En alle pleegouders hebben dit setje kaarten gekregen. Omdat er heel veel pleegkinderen, omdat heel veel vastkinderen pleegkinderen zijn of in pleeggezinnen zitten. Dus elke keer bedachten we voor weer een andere beroepsgroep, een andere campagne. En elke keer gebruikten we de content die we toch al hadden, weer op een andere manier. Nou, we hadden kinderen gehad, dus wat is de volgende stap? Een project voor volwassenen. Dit is Tieneke. Tieneke die heeft een heel heftig leven. Hij heeft 13 jaar gesloten gezeten in de psychiatrie. En sinds een paar jaar weet ze dat ze vast heeft, woont ze op een zorgboerderij en wordt ze eindelijk goed begeleid. En ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar het verhaal van Tieneke is wel, ze houdt heel erg van provoceren en ze houdt heel erg van acteren. En ik vroeg aan haar van, wat voor soort foto zou je nou willen maken? Of hoe zou ik je moeten fotograferen? En zei ze, nou, doe maar als lijk. Dus dit is een foto die ook weer een soort samenwerking was tussen haar fantasiewereld en een beeld wat ik zelf wilde maken. En dat is ook weer uitgemond in een project. Project Waanzinnige Verhalen. Daar hebben we 20 schrijvers en 20 volwassenen aan elkaar gekoppeld. Bij deze groep mensen was heel erg de behoefte om een verhaal te vertellen. En zelf kunnen ze dat niet. En voor schrijvers was het heel interessant om iemand langer te volgen. En wij waren gelijk verzekerd van publiciteit. Dus het heeft nu alweer in de Quest gestaan in Vrij Nederland. En binnenkort komt het boek uit en ja, zal er nog heel veel publiciteit komen, ook weer voor het boek en ook voor het onderwerp. We doen niet alleen maar projecten over VAS. Deze werkwijze werd eigenlijk opgepikt door een aantal opdrachtgevers. En we hebben een project gedaan over pleegzorg. Een website gemaakt, een film gemaakt, foto's gebruikt om een meer soort beleidsmatig verhaal naar een persoonlijk level te tillen. Dit is Mila. Hetzelfde meisje wat je dus daaronder ziet een paar jaar later. En we hebben besloten dat we nog een tijdje doorgaan om de kinderen te volgen. Deze foto's die gebruik ik weer in een nieuw boek wat we maken voor huisartsen. Kinderpsychiaters, gynaecologen, jeugdartsen. Dus een hele grote groep meer artsen, zeg maar, met een artsenachtergrond. Daar maken we een nieuw boek voor. En daar gebruik ik deze content dus weer voor. En we hebben nog een ander project waarbij we de kinderen nog 10 jaar volgen. Omdat we zien dat ze zeker in de puberteit heel veel problemen tegenkomen. Dus we maken een soort blijvend verhaal. Of een soort verhaal wat je kan blijven volgen. En voor ons is het ook een mogelijkheid om deze kinderen te blijven zien.
En met ze in contact te blijven. Dus ja, dit project hebben we 2025 genoemd. Dus uiteindelijk, als dat afgerond is, dan ben ik 17 jaar bezig geweest met één onderwerp. Dus dank voor de aandacht.